Naast dat we natuurlijk onze eigen evenementen in de stad Utrecht laten plaatsvinden op bestaande venues, werkt BUI ook daadwerkelijk met bepaalde gebieden in Utrecht die we eigenlijk per gebied met ons team verkennen. Om niet alleen evenementen in bestaande gebouwen of plekken te laten plaatsvinden, maar eigenlijk per gebied een voorstelling creëren die specifiek over dat gebied gaat. BUI bekijkt zo'n gebied eigenlijk nieuw. We laten onze verwachtingen van oh, daar ben ik ooit naartoe geweest of daar heb ik deze herinneringen bij, die laten we eigenlijk teweeg om echt te kijken van oké, dit is ons speelveld, wat kunnen we hierbij maken? En zo hebben we eigenlijk voor dit gebied, het Cartesische gebied, hebben we dezelfde opdracht gekregen. We kijken weer opnieuw, gaan we met een frisse blik in en bij dit gebied kijken we ook wat zijn de kenmerken van dit gebied? Hoe kunnen we het meenemen? Hoe kunnen we het publiek laten rondlopen? Hoe klinkt het? Hoe hoort de ruimte? Hoe hoort de omgeving? Dat is goed bij een deel van de stad spelen. In Utrecht zelf een heel groot cultureel centrum genaamd Tivoli Vredenburg, waar hele toffe dingen georganiseerd worden voor de underground en voor het iets meer experimentele is dat vaak niet is dat net een iets te groot instituut, maar wij nemen zeker ook weer inspiratie van wat wij daar zien bij concerten of bij festivals, nemen wij weer mee naar onze plek en met alle projecten die we in de wijken doen, dus in het Cartesisch gebied of bij Meulensweert. Vindt er op die manier denk ik een wisselwerking plaats van informatie die eigenlijk in de stad wordt opgedaan of gepresenteerd wordt en dan weer meegenomen wordt naar de andere plekken in de stad, een andere wijk. Dus op die manier gebruiken wij de stad ook eigenlijk als een soort kenniscentrum. Zuk, Bocherik Twilei zijn Acherkozerup. Roest urt te groest getraat af. Zuk zijn zerra ik u ka zee za onkeloer. Onkeloer kling achgra gra sissit. Ja, waarom wij juist op zoek zijn naar plekken die niet per se bestemd zijn voor als podia of voor theater of muziekvoorstellingen, is omdat zo'n plek eigenlijk nog een blank of een witte canvas is. En wat je vaak bij podia ziet is dat er een bepaalde opstelling is van waar de muzikanten staan of waar het publiek zit. En door ruimtes uit te kiezen die niet speciaal podia zijn, kunnen wij eigenlijk alle verwachtingen over wat een voorstelling is, daar kunnen wij mee spelen. Ja, ja. Maar als jullie een soort van een toon maken dat het eindig is, pak ik hem weer over. En zodra dus je na het wagentje de voetblok weer hoort, loop hier natuurlijk. Ja, even kijken wat Spares heeft met Els. Thank you.
Thank you.